De meeste mensen komen naar Nederland uit economische redenen. Anderen komen om te studeren. Maar ik kwam voor de liefde naar Nederland. 15 jaar terug was ik op vakantie in Nederland. Toen vroeg een vriend, Oer, kun je iemand van het station ophalen? Ik weet het nog heel goed. Ik stond op het perron. De dubbeldekker kwam eraan, de deuren gingen open en daar stond zij. Wauw. Ik wist meteen, met jou wil ik trouwen. Met jou wil ik oud worden. Inmiddels zijn we jarenlang gelukkig getrouwd en zijn trotse ouders van 3 prachtige zonen. Erai van 5, Berkai van 2,5 en Alta is pas geboren. En ik denk dat jullie het ook heel goed kunnen zien aan de wallen onder mijn ogen. Ik ben geboren in Nürnberg, Duitsland. Mijn vader en moeder waren Turkse gastarbeiders en zijn in de jaren 70 in de hoop op een beter leven van Turkije naar Duitsland gekomen. Als jongste kind van 3 heb ik mijn technische opleiding gedaan in werktuigbouwkunde. Kort daarna ben ik aan de slag gegaan bij Siemens in Duitsland als senior manager. En voor de liefde kwam ik 13 jaar terug naar Nederland. En naar mastersopleiding in economie mocht ik werken voor een Duits bedrijf, farmaceutisch Duits bedrijf, als chief operating officer. En daarna ook als directeur bij gemeente Amsterdam. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de Rabobank. Inmiddels ben ik directievoorzitter van Rabobank Almere. Jullie denken dan waarschijnlijk, rozengeur en maneschijn. Nou, ik kan jullie verzekeren, het leven was alles anders dan zo makkelijk. Ik kan me nog herinneren, ik had een gesprek bij een recruiter. Gaandeweg het gesprek zei hij, nou goed Oer, je hebt een mooie Turkse glimlach, maar kun je wel hard zijn? Ik zei zeker, mensen om me heen geven aan, Oer kan met glimlach de mensen de juiste dingen laten doen. Oh, zei hij, Oer, ik snap het nu helemaal. Dat is je Duitse autoritaire stijl. Dames en heren, dit fenomeen noem ik inmiddels in 2 rondes KO zijn. Tot daarheen dacht ik altijd, diversiteit, wat een onzin. Het moest toch immers gaan om kwaliteit van mens. Maar vanaf dat moment wist ik, diversiteit is belangrijk. En met name begrip over diversiteit ook. Sindsdien zet ik me in voor kleurrijk Nederland. Onlangs mochten wij bij de SER een bijeenkomst organiseren rondom het onderwerp meer kleur, meer diversiteit aan de top. En mocht ik de Other Manager Award winnen, ga ik me als ambassadeur inzetten voor de Other Network. Ik zal jullie zeggen, ook als ik het niet win hoor, dan doe ik het alsnog. En daarnaast wil ik mijn netwerk, mijn kennis, kunde en ervaring ook beschikbaar stellen voor jong talent, vanaf nu aan. Ik kwam voor de liefde naar Nederland. Dankzij de liefde heb ik gezien hoe belangrijk diversiteit is. Dames en heren, laten we met elkaar samenwerken aan een kleurrijk Nederland. Meer diversiteit en top van BV Nederland. Dank u zeer. APPLAUS.